De politiemannen die voor de ME worden ingezet, werken normaal als verkeersagent of rechercheur. En dan ineens, net als bij de brandweer, worden ze opgetrommeld en moeten ze aan de slag voor de mobiele eenheid. Ja, wij trainen om goed beslagen te ijs te komen op het moment dat er daadwerkelijk een houseparty is. En dan daadkrachtig te kunnen optreden op het moment dat dat nodig is. De mensen zijn beneveld, hebben het een en ander gebruikt. En het is ook altijd in een pand. Waar wij nou niet direct meteen een platte grond van hebben. Maar u zegt beneveld, mensen hebben wat gebruikt. Hebt u die jongeren ecstasy gevoerd? Nee, natuurlijk niet. Het is een oefensituatie. Hoe waarheidsgetrouw is er dan? Wij proberen het na te spelen. Maar ja, goed, het is altijd afwachten van, is het dan wel waarheidsgetrouw? De 130 jongeren zitten normaal op het Koning Willem I College in Den Bosch en het vakcollege in Helmond. En nu mochten ze een dagje legaal rellen. Het is heel leuk! Heel leuk! Prima! Ik zit hier helemaal vol met ruilstof. Dus ik heb een beetje twee keer tegen gehad als hier net. Ik heb het gevoel dat het zo lang duurt. Ja, de pelotonscommandant die maakt natuurlijk een plannetje om het hier zo veilig mogelijk te ontruimen. En het is natuurlijk heel lastig terrein. Hij heeft tekeningen natuurlijk opgevraagd. En hij probeert om met zo min mogelijk geweld en zo veilig mogelijk dit te ontruimen. Ik deed niks. Ik kreeg gewoon stok tegen mijn hoofd dan. Terwijl ik me eigenlijk gewoon zelf wel zo beschermde. Jij doet mee in een illegale houseparty. Ja.